We zijn nu 7 jaar lang bezig om patiënten met gewrichtsslijtage zonder hulpvraag te monitoren. We scannen ze om de periodiek, om het jaar, dus met 2 jaar ertussen. En kijken wat er dan gebeurt. Ja, daar valt gewoon op dat gewrichtsslijtage, wat we vaak veronderstellen dat het heel snel doorgaat, bij heel veel mensen bijna gewoon stabiel blijft. Dus een patiënt komt binnen met gewrichtsslijtage. Vaak weten we niet de voorgeschiedenis. Is dat al 5 jaar aan de hand of 10 jaar? Dat weten we niet. Dus dat we heel terughoudend zijn geworden om eerst de situatie te gaan monitoren. En gewoon eens even kijken wat gebeurt er nou door de tijd heen. Om op die manier de patiënt een stuk beter te leren kennen. Gewoon te weten van ja, is het nou progressief? Dan moet je uiteindelijk toch iets ingrijpen. Of blijft het redelijk stabiel en is het schade uit het verleden? Ja, dan hoef je verder niks te doen. Niks te doen betekent dan niet niks doen. Maar monitoren en het in de gaten blijven houden. De manier waarop zij patiënten behandelen is zowel gebaseerd op onderzoek als op klinische ervaring. Wat ik bijvoorbeeld merk is dat ze veel meer met composiet werken en veel minder met indirecte restauraties werken. Omdat ze ervan uitgaan, het beste hechting is toch uiteindelijk gewoon een composiet aan de tand. We zijn nu ook een paar jaar geleden begonnen met een 3D CAD-CAM, indirect composiet. En daar moet ik zeggen dat de resultaten ook... Nou, misschien beter zijn dan ik had verwacht. Dat het ook voor de patiënt heel plezierig is. Ook minimaal invasief is. Dus ook zonder prepareren. En daar lijkt het dat die gegevens willen ook wel meenemen. Door ook de studenten als wel onze cursisten mee te nemen in die technieken. Dat ze daar ook leren hoe dat werkt.